Dan gaan we het nu hebben over de veerconstante. En deze veer rekt redelijk makkelijk uit. Dat kun je zien. Ik kan het namelijk redelijk makkelijk doen. Kun je ook een veer noemen waar ik wat meer moeite mee heb? Een auto. Auto. Waarom denk je dat? Dat die heel veel lucht heeft en die heeft daar niet zo ver. Ja, als ik daar op ga staan, eigenlijk op ga hangen, zakt die dan ver in? Nee, daar heb ik ontzettend veel kracht voor nodig. Nou heeft deze ook eigenlijk nog relatief veel weerstand. Kun je ook een veer noemen die dat nog weer minder heeft dan deze? Pennetje, ja, een pennenveer, voor in zo'n pen zit ook een veertje en die rek je nog veel makkelijker uit dan deze. Dus er zijn verschillende typen veren. En we hebben de vorige... De veerconstante is een constante die dus bij de veer hoort, is een eigenschap van de veer. En beschouwen wij als hoeveel kracht er nodig is, hoeveel newton er nodig is om hem 1 hele meter uit te rekken of in te duwen, afhankelijk van welke richting je opwerkt. Dus hoeveel newton er nodig is om 1 meter in te duwen of uit te rekken. Die veer die ik net had, en ik vergelijk die met die autoveer. Heeft deze dan een grotere C dan de auto of een kleinere C? Grotere veerconstante of een kleine? Waarom een kleine? Dat je minder newton nodig hebt voor een meter uit te rekken. Ja, en moet ik hem altijd een meter uit te rekken om die veerconstante te bepalen? Nee. Nee, het gaat verhoudingsgewijs. Dus die veerconstante is eigenlijk een hoofdletter C. En de veerconstante, de kracht die veer uitoefent, is dus die veerconstante, grote C, keer hoe ver die is uitgerekt. En dat zeiden we net ook al, hoe meer ik die veer uitrek, hoe meer kracht die dus kan veroorzaken. En dat hangt eraf van welke veer ik gebruik. En daarvoor gaan we dus even de veerconstante bepalen. Ik doe dat even met een tabel. Schrijf ik even op het bord. Die mogen jullie even meeschrijven. Je ziet hier namelijk, op dit moment hangen er geen blokjes aan de veer. Dat is altijd de startmeting. We beginnen met 0. Want, wat is het voordeel hiervan? Nu kan ik de lengte van de veer alvast in de tabel zetten. Dus dan hang ik al door identieke massablokjes eraan. Elk massablokje is 50 gram. Dat is ook wel handig om te weten. En ik lees nou deze af. En ik heb nou dus 1 blokje eraan gehangen. En dat ene blokje rekt mijn veer uit tot 22,8. En zo werk ik rustig aan verder. Zo bepaal ik dus langzamerhand de veerconstante. Hoe meer metingen, hoe nauwkeuriger of het wordt. En ik lees hem nu af. 2 blokjes op 27,2. Nog een blokje extra. Wat valt jullie trouwens op? Wat gebeurt er? Als ik dit aan het doen ben. Bijna gelijk. Iedere keer als ik er een gewichtje aan hang, rekt hij ook verder uit. Waarom zou hij überhaupt verder uitrekken? Zwaartekracht wordt groter. Dus bij meer kracht rekt hij ook verder uit. Krijg je nu trouwens weer een evenwicht? Ja. Dus evenwicht, ja. Dus de zwaartekracht is groter geworden. En dus? Veerkracht ook. Veerkracht ook. En die veerkracht hangt dus af van hoe ver die is uitgerekt. Hoe verder ik hem uitrek, hoe meer kracht hij eigenlijk kan hebben. Goed, ik lees hem even weer af. 31,5 bij 3. En ik hang er nog een gewichtje aan. Ja. Met deze tabel kun je op twee manieren. Met deze tabel kun je dus op twee manieren de veerconstante bepalen. De eerste is. Wat kun je sowieso doen? Ja. Dat is zwaartekracht en een blokje uitrekenen. Zwaartekracht uitrekenen? Wat heb je nodig? Veerconstante, zwaartekracht? En de uitrekking. Heb ik de uitrekking al staan? Ja, die moet je alleen nog even omrekenen. Hoe dan? Ja, altijd het verschil met die 18. Dan kun je het uitrekenen. Je kunt dat voor elke meting doen en daar een gemiddelde van trekken. Hè? Dat is mogelijkheid 1. Mogelijkheid 2, en die wil ik graag dat je dat ook eens doet. Ik kan ook zeggen, F is C keer U. F is C keer U kan ik vergelijken met de wiskundige. I is A keer X. Dus als ik hier op de I-as de F zet en op de X-as de U, dan krijg ik hier de helling 1C.
Dus wat je hier ziet zijn eigenlijk diezelfde getallen als die jullie net zagen. Nou ga ik dus even verder. Wat kan ik daarmee? Nou, ten eerste kan ik daarmee de verschillende lengte uitrekenen. En wat sommigen ook al zagen, terecht, iedere keer komt er ongeveer dezelfde lengte bij. Omdat? Constante, maar wat nog meer? Wat deed ik? Er komt iedere keer evenveel massa bij, dus rekt hij inderdaad even ver uit, evenveel gewicht. De uitrekking heb ik dan vervolgens uitgerekend, al door die min de originele lengte natuurlijk. Ik heb het ook direct omgezet naar meters, dus je ziet hier een kleiner getal, maar dit is dus de uitrekking in meters. Hoe kom ik nou vervolgens aan de kracht? MKG, dat is de volgende tabel, MKG, dit is de kracht. Dus dat is gewoon allemaal uitrekenen, kunnen we zelf ook. En nu, hoe kom ik nou aan de veerconstante? F gedeeld door u, die formule ombouwen, F gedeeld door u. Dan kom ik dus op een veerconstante uit van dit getal. Iedere keer ongeveer 11 en een beetje. En onderin het gemiddelde 11,34. De meeste van jullie waren daar volgens mij op uitgekomen. En 11,34 newton per meter betekent dus 0,11 newton per centimeter. Je hebt gewoon minder kracht nodig als je minder ver uitrekt. Ja. Dus je had, als je de centimeters had laten staan, was je daarop uitgekomen. Hier in het eind, omdat de meetfout met meer blokjes en meer lengte afstand, meer uitrekking eigenlijk, is mijn meetfout kleiner. Dus je ziet hier dat ik verder in de buurt van het gemiddelde zit, maar in het begin wijk ik daar meer vanaf. Zien we dat allemaal? Herkennen we dat nu? Oké, dat betekent dus dat ik niet willekeurig één meting had kunnen pakken en kunnen zeggen, dat is nou exact mijn veerconstante. Sterker nog, als ik het gemiddelde pak, heb ik nog steeds last van die eerste. Dus daarom hebben we bij natuurkunde, gebruiken wij heel vaak, als we dus dit soort metingen moeten doen, gebruiken wij de grafiek ervoor. En die zie je dus hier nou. Dit is mijn grafiek. Ik zal maar even wat... Kom op. Dit is mijn grafiek. En hier zie je dus F en de U uitgezet, zoals ik het dus aan jullie had gezegd. Dit moet er gebeuren. En daar gaan meetfouten dus uitvallen. Waar je hier daadwerkelijk meetfouten hebt, zie je hier heel mooi een rechte lijn ontstaan. Zien we dat allemaal? En die meetfouten vallen er dus uit, omdat je hier niet meer met een gemiddelde werkt. Nou kan ik hier een trendlijn toevoegen. Dus rechts, trendlijn toevoegen. En dan gaat Excel voor mij automatisch uitrekenen wat het hellingsgetal is. Dit kunnen jullie ook zelf. Hoe doen we dit zelf trouwens? Lineaal en dan delta i deel naar delta x. Hier heb ik het ook. Hij komt behoorlijk in de buurt van mijn gemiddelde. Dus ook daaraan kan ik weer zien dat het klopt. Maar deze, die waarde die ik dus uit die grafiek haal, is omdat hij hier meer om die meetfouten heen zwalkt eigenlijk. En vooral naar het grote geheel kijkt, krijg je hier een nauwkeurig getal. Dus dit is 11,3. Dat zou ik geloven. 11,33 zelfs.